dat is voor uw schoon ogen, denk ik. Tuurlijk, maar daar wordt vaker voor gevallen. Hè? Nee, serieus. Oké, Simon, ik ga een paar vragen stellen. Het is de bedoeling dat je binnen de 7 seconden 3 goede antwoorden geeft. Nou, eens proberen, hè. Noem 3 bondscoaches die ooit de Rode Duivels hebben gecoacht. Goethals, Martinez en René van der Rijk. Het is een direct 3 goede antwoorden. Noem 3 aanvoerders van de nationale ploegen op dit EK. Eden Hazard, Depay en... Depay is fout, dat is Wijnaldum. Ja? Ja, volgens de jury is dat Wijnaldum. Dat is wel geen makkelijke vraag om mee te beginnen. Hè? Nee. Noem 3 films die beginnen met de eerste letter van jouw voornaam. Ben ik heel slecht, hè. Daar ga ik eigenlijk niet eens aan beginnen, dat moet je mij niet vragen. Ja, doe maar eens mijn S. Sherlock Holmes. Saving Private Ryan. Scooby-Doo. Staan die er allemaal op? Toevallig wel, ja. Nee, serieus. Nu is het aan u. Ja. Noem 3 liedjes die beginnen met de eerste letter van mijn voornaam. Wow, Stronger. Wow. Ja, Stronger zal wel een liedje zijn, ja, zeker. Ja, dat kan je best, hè. Voilà. We gaan gewoon door. Special. Wow. Noem 3 clubs waar coach Martinez heeft gespeeld. Swansea. Wigan. Barcelona. Top. Nee. Nee, Barcelona is niet juist. En die andere twee waren wel goed. Ah, die andere twee waren ja, wel. Swansea en Wigan was sterk. Prima. Maar geen één van geweten. Zo. Noem 3 clubs waarvoor ik heb gespeeld. Liverpool, of ja, jij, hè. Liverpool, Club Brugge en Southampton. Nee, Southampton niet. Amai. Dat was een twijfel. Het zijn toch 2 punten. Voilà. Hier, muziek. Noem 3 landen die het Eurovisie Songfestival hebben gewonnen. Italië, Rusland, Griekenland, Israël, Spanje, Nederland, België, Oostenrijk. Ik zeg maar iets. Ja, ik kon niet volgen, maar ze zijn allemaal... Oh, ja. Je hebt er 3 gevonden. Je hebt er zelfs meer gevonden. 6 punten. Geef 3 bijnamen van nationale ploegen op dit EK. Les Bleus. Ja. De Rode Duivels. Ja. En de oranje... De... Oranje, hè. Ja. Is genoeg, hè. Ja, voilà. Oranje, hè. Oranje. De oranje. Ik kan ja, die van drie, Finland ook nog gezegd hebben. De... Wat is dat? Hoi Kajat. Ah, ja. Voilà. Dat was het vierde wat ik ging zeggen. Oké, ik zit al aan de laatste vraag. Noem 3 Deense steden. Kopenhagen, Aarhus... Brøndby. Brøndby. Odense. Odense. Aalborg. Aalborg had ik geweten. Het zit er al op voor u, hè? Ja, de laatste vraag. Ja. Maar is wel voor dubbele punten voor u. Oh. Noem 3 clubs die Martinez gecoacht heeft. Everton, Rode Duivels en... Sevilla. Eentje juist. Rode Duivels is geen club, zegt de jury mij. Geen club, hè. Zijn wij toen een club? Wij zijn een voetbalclub. Dat is voor u schoon ogen, denk ik. Tuurlijk, maar daar wordt vaker voor gevallen. Hè? Dan is het 9 en 12. Amai. Verdiende winnaar. Hey, Antoine. Londen. C'était juste.